Je weet bij Roy de sessie zelf en daarna het afscheid. Ja, dat is toch wel vrij imponerend. Dit is natuurlijk ook een oerfijner erbij uitstek met een fame. Hoe vond je deze bijeenkomst, Erik Gudde? Ja, dat is natuurlijk 2 uur een hele korte tijd. En jullie wisten natuurlijk vandaag pas. Ik wist natuurlijk al een paar dagen langer, dus dan kan je er wel een beetje aan wennen. Maar goed, het blijft wel een hele speciale bijeenkomst. Je weet bij Roy de sessie zelf en daarna het afscheid. Ja, dat is toch wel vrij imponerend. En dit is natuurlijk ook een oerfijner bij uitstek met een fenomenale carrière. Dus dat zijn toch wel speciale bijeenkomsten. En dus moet je blij zijn dat hij bij deze club betrokken blijft, hier blijft werken. Nou ja, maar goed, dat is ook steeds de insteek geweest. Wat mij betreft is het niet anders dan ik dat bij andere clubs heb mogen doen. Mensen die zo lang bij een club hebben gezeten, die hebben natuurlijk absoluut een meerwaarde voor je. En het is ook niet zo moeilijk te zien, vind ik, dat deze mensen kwaliteit hebben om bij de club iets te doen. Of het nou in de jeugd of bij de senior is. En nou stond er dus een soort van afspraak in zijn contract dat hij bij de club zou blijven, maar dan in een commerciële functie. Ja, dit, gevoelsmatig zeg ik, dit past veel meer bij hem. Ja, dat weet ik niet. Ik was er nog niet bij deze club toen die afspraak gemaakt is. Maar ik deel jouw mening wel. Dit lijkt te passen, ja. Dan naar de zakelijke kant van dit verhaal. Dit is weer een routinier die stopt. Betekent dat er meer financiële armslag is? Nee, die is, er is niet meer financiële armslag. We hebben een budget, een salarisbudget volgend jaar. En daar zitten natuurlijk al allerlei plussen en min in. Maar het is niet zo dat er nu aan alle kanten weer budget bijgekomen is. We zullen het met het afgesproken salarisbudget wat we in februari hadden ingerekend, zullen we het verder moeten doen. Hoe vaak zitten we hier nog in de komende dagen, weken met spelers die afscheid nemen? Nou, die vraag werd er net ook al gesteld over de kettingreactie. Maar ik verwacht er verder geen andere naam in. Maar Landsaat en Babovic schuiven je niet snel aan, bijvoorbeeld, om maar eens 2 namen te noemen. Nou ja, goed, dat zou sowieso wel een heel ander kaliber zijn daarin. Maar dit zijn beslissingen die uit de mensen zelf zijn gekomen. En de rest, dat zal de komende tijd wel blijken. Afscheid tegen Mallorca, dat was al gepland, neem ik aan, deze tegenstander. Ja, je moet je voorbereiding, die probeer je natuurlijk al wat sneller in kaart te brengen. En de wedstrijd tegen Real Mallorca is een kleine 3 weken geleden al afgesproken. Dus dat was al voordat dat dit besluit van de CEO kwam.